Derde tijd op dit moment dus voor Jan Ikema met 1.14.24 achter Bachvalov en Jansen. En dit is Toru Ayonagi uit Japan. 30ste van het klassement na 3 afstanden. Tegen Robert Dubreuil uit Canada. Dubreuil staat 12e. Ayonagi dus, de gekende allrounder. Even wat adempauze voor, met alle respect, iets mindere goden. Straks barst het dan weer los met straks in het volgende paar Uriens Maai tegen Arie Loef. Dan Hatschef tegen Sobek en dan Zelezowski tegen Flame. Dubreuil opent op 200 meter. 17-4 om 17-5 voor Ayonagi. Minder snel dan Thibaut en Ikema in het vorige paar. Heel klein manneke die Ayonagi. Dubreuil is een goede sprinter. Zeilt er nu onderdoor. Kijk eens hoe goed hij die bocht houdt. 600 meter voor Dubreuil. Rondje 27-6. 45 rond om 46 rond. Halve seconde. Terwijl hij nu wat problemen begint te krijgen. Houdt die bocht niet. Halve seconde boven de tijd van Thibaut in het voorgaande paar. Een hoge 1.14 zit erin. Maar hij raakt zeer vermoeid nu, Dubreuil, want daar is Ayonagi alweer. De Canadees kan net voorblijven. 1.15.29 is de 12e tijd om 1.15.44 voor Ayonagi. En nu gaan we toch een hele bijzondere rit krijgen.